naam van mijn opinie luidt opvang van vluchtelingen in hun eigen regio. Nou, het is heel belangrijk voor steden en regio's daar in landen rondom bijvoorbeeld Syrië dat zij overeind blijven en dat ze ervoor zorgen dat water, afval, de planning, dat dat allemaal op orde is. Want er liggen heel grote kampen met heel veel vluchtelingen in hun omgeving. En dan wil je zorgen dat je eigen gemeente overeind blijft. Voor mij persoonlijk is het belangrijk, ik was op bezoek in vluchtelingenkampen in die regio, met name in Jordanië. En dan zie je zelf hoe groot de impact is van vluchtelingen op gemeenten zoals wij gemeenten zijn. En dan denk je, wat kan ik doen om die opvang van 90% van de vluchtelingen in die regio goed vorm te geven?